Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Hieronder aan de video zie je een button bedankje en dan kun je mij dus een bedankje sturen. Werkt de link nou niet via YouTube, dan heb ik nog een link in de beschrijving en een link in de reactie gezet om het op een andere manier te doen. Ik wil jullie enorm bedanken hiervoor. Ik vind jullie zo lief en ja, ik hou van jullie enorm. En en dan gaan we weer door. Het is natuurlijk weer maandag. En op maandag gaan wij dus weer de vragen en antwoorden en de citaten van de meesters van de Verre Oosten bespreken. Ik ben inmiddels op bladzijde 558 en het gaat over het eeuwige leven. Ik ga jullie dus niet het verhaal vertellen, alleen even de vragen en antwoorden en een citaat. Hè. Twee citaten doe ik elke video. Dan gaan we eerst met de citaten weer beginnen. Emiel zegt, Jezus was niet afhankelijk van een teveel van een ander om in zijn eigen of in de behoeften van een ander te voorzien. Hij leerde de mensen dat alles wat wij nodig hebben voorhanden is in de universele substantie en dat wij niets anders te doen hebben dan het te scheppen of tevoorschijn te roepen. Is de behoefte niet de wens om iets te scheppen, in plaats van u te ontplooien en te leren scheppen, zoals God van ons verlangt? Kruipt u in uw schulp en zegt, ik kan het niet. Dat is eigenlijk ook echt te erg, hè? Het is toch te erg dat we een goddelijk wezen zijn en we zeggen, ik kan het niet. Ik kan het niet en je heel klein maakt als een worm door het stof kruipt. Het is echt heel erg, hè? Terwijl u zichzelf net zo lang hypnotiseert dat u ook werkelijk gelooft dat u één van Gods gescheiden eenheid bent. Ja, het is het echt. Hoe meer je dit allemaal bedenkt, hoe meer je denkt van, echt gewoon. Nou ja. Gij belet God om zich op volmaakte wijze door u uit te drukken, zoals hij wenst te doen. Zijn niet de grote meester Jezus, de werken die ik doe, zult ook gij doen, en nog grotere. De volmaakte wet werkt net zoals de wetten in de muziek of de zogenaamde natuurwetten. Ik kan de wet gebruiken om ijs of brood te verkrijgen, zolang ik het benut tot het welzijn van mensen. Of ik werk in liefdevolle harmonie met de wet. Door gebruik te maken van de allerhoogste wet, Gods absolute wet, kunt ge alles tevoorschijn roepen dat ge nodig hebt. Zodra wij het punt bereiken waar wij weten dat we alle evenzeer delen van Gods lichaam zijn als een lid van ons lichaam, een deel is van het gehele lichaam, dan zijn wij in en horen tot Gods koninkrijk, de hemel hier op aarde in dit ogenblik. Ik moet mij slechts voldoende realiseren dat niets materieel is, maar alles geestelijk. En dan moet ik denken aan die heerlijke door God gegeven geestelijke wereld die altijd om mij heen is. Als ik haar slechts realiseren kan. Door zijn diepe kennis en innig begrijpen van God kon Jezus de grote dingen doen die hij deed. Hij verliet zich niet op eigen kracht of op concentratie van gedachten. Hij vertrouwde op Gods wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het echte. Mijn wil, dat bedoelt hij dat je het over het ego hebt. Ja? Maar uw wil is juist de goddelijke kracht dat we alles vanuit die liefde, vanuit die bron doen. Ja, dus dat is het verschil. Hè? Ik wil geen scheiding aanbrengen, dat is geen scheiding. Maar het hypnotische, mijn wil, is dat hypnotische. En uw wil is die ene grote bron. Nou, citaat nummer 2. Enkele reisgenoten liepen over het water. Het is een kwestie van geloof. Als de mens de heerschappij gekregen heeft over alle dingen, waarom kruipt hij dan over de aarde? Waarom vliegt hij niet hoger dan de vogels? De fout moet in het menselijke denken zitten. Degenen die over het water lopen, hebben precies de macht die alle hebben. Door juist gebruik van hun gedachtenkracht hebben zij de macht, hen door God gegeven ontwikkeld. En dat is wel heel mooi om te zien nu eigenlijk. Er zijn zoveel ontwikkelingen waarbij het niet meer vreemd is dat dit kan. Ja? Je hebt bijvoorbeeld net als het ultrasonische, hè? Dus dat door geluid of door bepaalde trilling de zwaartekracht al opgeheven wordt. En dat is al niet meer gek. Dit kan je ook gewoon, kun je filmpjes van vinden op internet. Weet je,
Dat is niet meer raar. He, dus zo heb je ook bijvoorbeeld in die film Back to the Future, weet je wel, dat hij een vliegend skateboard heeft. Dat is al die... Dat bestaat al, hè? We hebben ook al auto's die al kunnen vliegen, al heel lang. Ja, we hebben nu al drones. Het is niet meer gek dat je nu al met drones en camera's en weet ik het allemaal. En je hebt al een scooter of een motor die via een drone gaat. Maar je hebt ook al lang dat je de zwaartekracht kan uitschakelen. En dat je gewoon kan vliegen of zweven. En wij kunnen dat met ons lichaam. Wij kunnen ons losmaken van de zwaartekracht van deze planeet. Ja, want je bent daar de baas over. Er zijn heel veel tactieken en technieken die we zelf kunnen gebruiken door middel van gedachtes dus. Als jij weet dat jij op dat water kan staan, dan zal dat water je dragen. Je hebt zo'n goede documentaire, heb ik al veel vaker verteld, What the Bleep Do We Know. En dat is het allemaal al kwantumfysica, dus al wetenschap. Ja, dat je dus met je vinger eigenlijk iets nog niet eens daadwerkelijk aanraakt. Of dit boek, dat ligt eigenlijk op bepaalde atomen. Ja, dus als ik een boek zo op de tafel neerleg, dan raakt het elkaar eigenlijk nog niet eens echt aan. Je denkt wel dat je het aanraakt, je voelt het wel. Maar er zit nog iets tussen, er zit een laag tussen. En dit kunnen we zelfs vergroten. Dus onze energie kunnen we vergroten. Eigenlijk ook wat in de meest van het Verre Oosten staat. Je zou niet eens vies meer kunnen worden. Ja? Deeltjes zouden niet eens op jouw lichaam meer kunnen komen. Je bent altijd rein en schoon. Maar doordat we dat dus allemaal uitgeschakeld hebben. En wij dat niet meer geleerd krijgen. Ik bedoel, waarom worden we al naakt geboren? Snap je? Waarom niet met jas aan? Dus dat betekent toch al dat je tegen de kou kan. Tegen de hitte kan. Dat al die functies al in ons lichaam zitten. Wij zijn... het meest ontwikkelde wezen, ja, wat er bestaat in dit universum. Zo gedragen wij ons even niet. Even niet kijken naar, hè? Misschien zitten er al thuis nu mensen te lachen. Ah, ha, ha, meest ontwikkelde wezen. Ja, ik denk, leg me ook af en toe wel eens in de deuk. Maar in werkelijkheid zijn wij het wel als we ons bewustzijn ontwikkeld hebben. Ja? En dat zit allemaal in ons. Wij kunnen het. We zijn het. Dieper in jezelf dus ontwikkelen en doorgaan. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je het zult gaan bereiken. Even kijken, door juist gebruik te maken van hun gedachtekracht hebben zij de macht. Precies, dus je gedachtekracht, weet dat je het bent. Oefening, 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 oefening. En steeds verder zul je dingen bereiken en tot stand krijgen. Nog grotere werken zullen we doen als het Jezus deed. Ja, nou, vragen en antwoorden. Vraag, waar komen geïnspireerde ideeën vandaan? Antwoord, de wereld der ideeën is overal om ons heen. Men kan er verschillende opvattingen over geïnspireerde ideeën op nahouden. De meeste zogenaamde geïnspireerde ideeën zijn emotionele uitingen, die weinig betekenis hebben, behalve dat ze een diep gevoel vertegenwoordigen. Andere geïnspireerde ideeën zijn flitsen van heldere waarnemingen, die iemand in staat stellen wijs op te treden in een noodsituatie. Misschien denkt de vraagsteller aan het diepzinnige denken dat filosofen en heiligen door middel van hun discipline realiseren. Dat is het ware, het bewust ademen van de geest van universele wijsheid die de hele ruimte doordringt. Inderdaad, het bewust ademen van de geest. Overal om ons heen is die geest, ja? Dat is ook een mooie... Als we ook eventjes over adem hebben. Ja? Dus adem is intelligentie en grote geest en licht. Het zit allemaal in ons heen. Hè? Dat zuurstof, of hoe we het ook gaan noemen, wat we inademen. Adem maar eens. Het is zuur en het is stof. Zuurstof. Maar adem het maar eens heel diep in. Door je neus en dan door je mond uit. En denk daarbij dat je intelligentie inademt. Kennis inademt, het licht inademt en goddelijke intelligentie. Ja? Dat het leven, we ademen het leven in. We zijn die geest aan het inademen. Dus we ademen nu. En denk dat allemaal, hè? Ademen. En adem je weer uit door je mond. En als je uitademt, wanneer je uitademt, denk daar dan ook bij, ja, dat we dus
alles wat niet ons lichaam thuis hoort of in onze gedachten thuis hoort, dat we dat uitademen. Dus afvalstoffen, of hoe we dat ook mogen noemen, gedachten die niet van ons zijn. Adem dat allemaal daarmee uit. Dat je lichaam gereinigd wordt met deze intelligentie en dan die onzuiverheden uitademt. Ja? Nou, dan gaan we weer. We ademen intelligentie weer in, alle liefde, goddelijk leven. Door. En graag buikademing. Zodat je buik bol wordt. Trek je hem door naar je hart. Ik ga je gapen. En weer uitademen. Ja, we nemen dat allemaal mee. Doen we nog een keer. We ademen dus in door de neus. We vullen onze buik. Vul ons hart. We doen het een keer. Oh, jij me. Tot je niet meer kan, adem helemaal uit. En als we inademen, probeer de controle te krijgen over dat je langzaam inademt. Want als je namelijk helemaal uitgeademd hebt, zo. Ja, met helemaal verlegen. Dan heb je de neiging om weer snel in te ademen. Maar dat is een power ademhaling. Dat is alleen als je dus je chi-kracht wil opwekken. En we gaan dus langzaam inademen. Dus controle, langzaam. Buik vullen. Dan pas de borst. Het hart. Oh, dan moet je kruin. Oh, je moet altijd ademen. Dan moet je, ja, ga je gapen. Dat is heel goed, is dat. En dan laat je alles los. Dat is de juiste adem. Nou, dan gaan we verder. Hoe krijgen we geïnspireerde ideeën? Antwoord. In zekere zin roepen we ze in ons op door ons lichaam te trainen om als kanaal voor het opvangen van de stromen universele geest te fungeren. En de ene kracht zo te transformeren dat we de universele wetten opvangen die in de veelheid van verschijnselen tot uitdrukking komen. Vraag. Waarom lijken onze ideeën afkomstig uit uiterlijke bronnen? Antwoord. In onze huidige ontwikkelingsfase zijn we niet bereid om de bron te erkennen van alle krachten die in ons werkzaam zijn. Leven is een universele kracht die we kennen in levend wezen, in levend weefsel. Maar we weten niet waar leven vandaan komt of waarheen het gaat wanneer het het lichaam verlaat. Elektriciteit wordt dagelijks gebruikt. We weten dat ze opgewekt kan worden, maar we weten niet waar ze vandaan komt. Het denken beschrijft als een kracht die zich uitdrukt in ideeën die opkomen, is misschien wat minder tastbaar, maar de analogie is duidelijk. We denken, maar de bron van de energie is verborgen. Toch weten we dat we de capaciteit en de doelmatigheid van ons denken kunnen verhogen. Is het dan ook een wonder dat de gemiddelde geest in verwarring raakt wanneer gezegd wordt dat de gedachten van binnen komen? Het lijkt zeker zo dat ze van buiten moeten komen, maar dat geldt ook voor elektriciteit en leven. Schep bepaalde voorwaarden en leven en de elektriciteit opwekkende kracht staan tot uw beschikking. Bereid de geest voor en geïnspireerde ideeën zullen net zo zeker in u opgewekt worden. Ja, zo meer je er ook mee bezig bent, ook dan krijg je allerlei inspiraties, allerlei ideeën. Als je hiermee bezig bent, zul je ineens meer ideeën daarover krijgen. Het zal in je dromen komen. Of 's nachts krijgen ook heel veel mensen geïnspireerde ideeën. Zo komen de beste hits komen vaak tevoorschijn tijdens de slaap. Heel veel mensen die dromen. Als je met muziek ook bezig bent, dus music, muziek, hè? Het ziek woord is niet goed. Maar met de muziek bezig bent, met liedjes, dan zul je ook merken dat je daar in je slaap ideeën over krijgt. Dat je leuke melodieën droomt of dat soort dingen. Of dat je teksten droomt. En zo is het met alles. Als er iets is wat je hart naar verlangt, dan krijg je dat geïnspireerd. Nou, het laatste vraag en antwoord. Hoe kijkt u tegen de huidige verwarrende toestand van de maatschappij aan? Antwoord. Ik besteed er in het geheel geen energie aan. Als we de energie vast zouden houden die we besteden aan verwarrende omstandigheden en in plaats daarvan met de energie de conditie van onze eigen lichaam zouden opbouwen, zouden we bepaalde toestand onmiddellijk recht kunnen zetten.
Ja. Dus energie. Ja, nu horen we het steeds vaker terug. Energie, energie, energie. Dus inderdaad, hoe meer energie we aan iets besteden, hoe groter het wordt. En dus als we inderdaad net zoveel energie zouden besteden aan onszelf als dat we aan die ellendige zooi allemaal zouden besteden. Ja, dan zouden we dus onmiddellijk zoveel macht in ons krijgen als we dat aan onszelf zouden besteden. Om toestanden die er zijn gebeurd of hoe dan ook direct recht te kunnen zetten. Dus laten we daar zoveel mogelijk onze energie nu aan besteden. Nu we het allemaal weten. En daar juist kennis en inzicht over hebben gekregen. En al die energie in onszelf stoppen. Zullen we mooie dingen allemaal doen, zeg. Nou, lieve mensen. Ik wil jullie hartelijk danken voor het kijken. Ik hou van jullie enorm veel. En tot volgende week. Doei!